nog wel meld. Dat is toch wel redelijk. Ja, als je dat gevecht nog met jezelf hebt, dan ben je niet klaar. Dan ben je nog niet ready. Talk to him. Hij wou nog die pet af. Waarom niet? En omdat hij een groot hoofd was. Yes, een hele goede morgen jongens en welkom alweer bij een nieuwe vlog, bij een nieuwe dag. En het is vandaag niet zomaar een dag, want vandaag ga ik eindelijk mijn clip shooten. De track waar ik het al zo lang over heb, mijn meest persoonlijke track. En die gaan we vandaag clippen. Plus, ik ga er ook heel super betrokken bij zijn. Normaal geef je ideetjes aan een clip maken en die maakt er dan een script van. En dan komt er wel iets leuks uit. Maar nu wil ik gewoon zelf heel erg betrokken bij zijn. Ik ga zelf ook mee directen en zo. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb al een hele beeld van hoe die clip eruit moet gaan zien. En ik hoop dat ik het vandaag ook precies zo op beeld ga kunnen krijgen. Maar ik denk het wel. Ik heb vertrouwen in mijn clip maken. Vertrouwen in mezelf. Dus dat moet er wel lukken. Maar in ieder geval jongens, ik ga zo even mijn koffer inpakken met allemaal kleding. Want het zijn allemaal verschillende shots. Een soort van andere tijden. Ja, als jullie die clip zien, dan begrijpen jullie het wel. Maar ik heb verschillende shots met verschillende mensen. En dan moet ook een andere outfit bij. Dus ik ga even mijn kleding pakken die ik in mijn kast heb en in mijn grote koffer droppen. Nou jongens, mijn impact skills voor koffers is nog niet zo optimaal. Maar alles zit erin wat erin moet zitten. Mijn jassen, truien, shirts, schoenen, wat nog meer, broeken. En ja, ik ben ready to go eigenlijk. Yes jongens, de koffer is achterin, camera spullen zijn achterin. Ik ben hier met Aartje, what's up. En ja, onderweg naar de eerste shoot dus. En die is in mijn oude wijk, waar mijn moeder woont en zo. Dus daar zijn we nu onderweg naartoe. En ja, de clip gaat eindelijk beginnen man. En het is wel allemaal een beetje uitgelopen, maar dat is altijd op zo'n dag. Het loopt altijd uit, het loopt nooit volgens planning zeg maar. Allemaal problemendag vandaag. Problemendag hè. Alles camera kapot, nieuwe auto gehad. Kapot, camera kapot. Ja, nou over die andere, dat zijn privé dingen, dat kan ik niet delen. Allemaal privé shit. Ja, soms, shit komt in drieën, ongeluk. Ja man. Maar we hebben alles al gehad. Dus... Alles al gehad, vandaag ja. Moet alles goed gaan. Lekker man. Toen je vanochtend zei camera kapot, toen dacht ik echt, ja deze clip is vervloekt man. Ja. Deze pokoe. Eerst de sporen weg. Ja, geluk bestaan er verzekeringen. Ja. Hey, lieverd. Hey lieverd. Hey Mimi. Vandaag hebben we... Hallo Mimi. Hallo, mag papa even aandacht? Oh, gaan we negeren. Oké. Maar hey Mimi, vandaag eerst de clip shoot hè? Ja. En jullie zitten er beide in? Ja. Heel de fan zit er... Hey, laat dit. Wil je een hand of ben je lief? Gaan we even kijken naar oompie en zo. Ja. Hoe moeten jullie mee moeten man? Hey ma, je bent er ook bij? Ja. Leuk hoor. Ga je ook nog mee met de clip? Ja. Ja? Leuk hoor. Ja? Sowieso. Mimi achterin, stoeltje. Hey, we gaan naar de eerste locatie toe. Ik ben ondertussen ook al omgekleed en ja man, wat leuk. Of niet? Ja, sowieso. Zeker man. Nieuwe jas. Ja man. Ja, ik zie het, dat blijft. Hé hey, ma. Ja hoi jongen. Ziet er goed uit. Ja, dankjewel. Ja, ja man. Ja, ben, ja. Ja zeker. Ben, je bent veel bezig met sport ook en zo hoor. Ja. Lekker hoor. Dus wat ik even zeggen, maar ik wou het even voor de camera zeggen, want omdat iedereen het mag weten. Leuk. En toevallig heb ik het net ook gezegd zonder camera. Ja, ik ook. Dus sowieso, je weet het. Maar ja, de camera mocht het ook even weten, maar de mensen thuis. Ik ben trots op jullie twee. Ja? Ja, zo heet mijn nieuwe nummer ook, hè, Trots? Hè? Zo heet mijn nieuwe nummer ook, Trots. Trots? Ja, zo heet hij. Oh, we hebben nieuw. Ik heb hem nog niet gehoord. Nee? Een mooie nummer, hè? Ja? Ja. Mooie woorden. Ja. Wauw. Wauw. Sowieso. Is het niet gek om, zeg maar... je kinderen zeg maar dan te zien en ineens dat ze zo groot zijn. Je hebt zelfs baby meegemaakt. Is dat raar? Is dat... Nou, ik zat van de week nog jullie babyfoto's te kijken. Oh. En toen zag ik jullie, toen dacht ik alle tijd hoe ik jullie op schoot had, hoe ik jullie knuffelde, hoe jullie bij me lagen altijd. Ja. En dan mis ik jullie gewoon. Dat is echt. Ik word emotioneel. Ja, dat is echt raar, dat is echt raar. Oh ja, zo'n mooie show. Ik ging zo hard. Zie je dat ik op mijn. Ja, hier ga je. Dat ik neerga. Zij gaat eerst en dan schrik ik al. Kijk, schrik al, kijk hier. Kijk, ja, raakt haar ook nog, hè. Kijk, ze valt en dan val je. Glij je. Dit is karma van de vorige clip. Kijk. Ja, rap nu, kijk. Wow. Zo, maar nog wel geluk dat het... Zo, ik ging al hard. Ja, dat vind je... Kijk, deze man, hij geeft zijn dochter ook nog bijna even mee. Let op. Ja, wel goed. Kijk, hier. Ja, zij valt. Oh, deer, jij gaat ook gelijk.
Wat? Oh nee. Ik ging... Ik viel. Ben je gevallen? Ik zag ineens in dat je hem op de grond lag. Maar ik dacht dat je een geintje maakte met Nee, ik viel echt erg uit. Oh. Nee, er is niks aan de hand, hoor. Pijn gedaan. Nee, ik heb me niet pijn gedaan. Oh. Waarom ben je zo bezorgd? Dat ben ik. Ja, ik heb me niet. Nee. Nou jongens, daar loop ik weer met mijn koffertje. Zo denk ik dat ik op vakantie ga. Maar ja, eerste shot is achter de rug. En in een speeltuintje, super leuk. We hebben daar net veel gefilmd en mooie shots zitten ertussen. Ik ben ook nog vies uitgeleden zoals jullie zagen. En nu gaan we door naar de volgende man. Volgens mij zijn allemaal matties en zo, zijn daar al. En dan gaan we weer door, man. Gaat nog lekker, bro? Ja, man. Ja, Charles de Ballas. Charles de Ballas. Vaga boys, iedereen is aanwezig. Oh, wat was er gebeurd? Ik zag echt last van mijn hart, man, als Jay tegen mij praat. Wat heeft hij gedaan? Hij disrespect altijd. Ik heb niks gedaan, man. Wel gedaan, bro. Hij heeft weer onze cap niet gedragen, man. Hij wil zo graag onze cap en nu. Ja. Hè? En kijk, daarom zeg ik maar, jij krijgt alleen nog maar cap als je die andere verbrandt. En je weet welke je moet verbranden. Ik heb geen gatepad. Bro, ik zweer het, wanneer jij met die pet in een van onze video's komt, je wordt geknipt, man. Die koep is gewoon geknipt. Wat? Die wordt geknipt? Je hebt geluk, man. Maar weet je wat die koep is? Die pet is gewoon goed, man. Het gaat niet om die Kaulo logo, het gaat om die... Het fit goed op mijn hoofd, man. De andere fit ook goed op je hoofd. Ja, man. De Q past ook alle petten, hoor. Ik heb, ja, ik heb een beetje van die dikke hoofd, toch? Als ik zo eentje... Nee, ik heb een slank hoofd. Ja, Q small hoofd, man. Het ziet eruit als heel veel zakkensessies, man. Wie wordt gevlamd? Farley wordt gevlamd. Farley is uitdelen, man. Ik ben jullie presentator, man. Zo, hij presenteert jullie klappen, zegt hij gewoon. Hij dreigt gewoon. Ik ga niet gevlamd worden. Sowieso, volgens mij ben ik de enige die het niet koud heeft. Kijk, Vinnie gaat even een boksje halen op de fiets. De auto. Mama, van hoeveel van ons had je hier verwacht, zeg maar, vroeger dat we er iets terecht van zou komen? Niet veel. Maar het gaat wel goed. Ja, gaat heel goed. Hoe keek Jay net? Hij keek zo in de camera, alsof die tijdboxer is. Okay. Moet je Jay. Ja, hij beet wel vaak zijn lip. En hey, die ding is in slow motion, hij ziet... Ik kan stuk. Maar Jay, ik keek naar hem. Ik denk, no, deze geroutineerde, deze... Hoeveel rondes ga jij dan normaal? Ja, ik vraag gewoon, welk gewichtklas zit je? Is het een vet? Hey. Maar... Hoe? Zo, wat is dit? Bro, is dit een nieuwe dans of zo? Kijk, luister dan, wat ben je aan het doen? Wat is dit? Die dans is schreeuwen. Hey, weet je. Hey, ik zeg altijd dat mama ook op vlammings was, hoor. Waar vlamde je Jay altijd mee? Met zijn hoofd. Hij wou nog die pet af. Waarom niet? Omdat hij groot hoofd was. Wat ik had net zei, mijn ma vlamde altijd iedereen mij. Mijn ma houdt veel van Jay, toch? Ja, hij houdt veel van Jay. Ja, man. Iedereen tot daar, hè? Hey, besef, hè, dat Jay woonde gewoon bijna bij ons. Gewoon. Maar goede tijden, man. Maar leuke tijden, man. Jullie vonden alles. Ja. Ja, jij verstopt altijd alles. Ja, in de pan. Ja, en je vonden dat. Dat is die kop, je moet het niet verstoppen. Want dan begin je ging alles zoeken, man. Ja, man. Dat waren mooie tijden, man. Zeker. Hey, ma. Ja, joh. Clip zoet achter de rug. Ja, hartstikke mooi. Ja, wat vind je van het nummer? Geweldig. Mooie tekst. Ja? Ja, heel mooi. Vind je het leukste liedje van allemaal? Ja, vind ik het mooiste liedje van allemaal. Echt waar. Ik denk dat de mensen het ook heel mooi vinden. Maar het is ook een tekst wat jou is overkomen. Ja. Het past bij ons gezin. Nou jongens, wij zijn ondertussen bij Watertuinen. En we gaan even lekker eten om het af te sluiten. Hè? Alleen nu moet ik... ja, er is niet echt meer een shot, alleen een sfeershot misschien. Ja, maar het is meer gewoon om chillen nu. Maar in ieder geval, wij zijn dus in Watertuinen. En ja, gaan we met de lift? Kom, doe maar open. Kom maar vast. Ja, vasthouden. Vasthouden. Oh, mooi. Nikila. Gaan we weer met de vissen spelen? Ja. Ja.
Oh, Miguel heeft de liefde alweer gevonden. Wat is dat? Zo'n mooie vis, hè? Dat vind ze leuk. Oh, neus. Oh ja, een neusgat. Wat is de kleur? Waarom is hij zo gek op vissen? Ze houdt van vissen. Waar moet ik kijken? Is dat een vis? Oh, onze vis. Vis-expert. Pakka boys, jullie zijn er ook? Ja, lekker man. Jullie zijn er ook. Maar pakka. Lekker man. Ja? Iedereen is nog aanwezig. Pakka boys, jullie eten ook nog lekker toetje. Hey Mimi. Ben je weer bij je visjes? Ik ga vandoor. Ja, ja. Hey Mappie, wat ben je aan het doen? Onze vissen killen. Huh? Hey Miguela. Miguela. Kom eens. Ben je een beetje lief voor de visjes? Ja? En wat heeft ze gedaan? Glas laten vallen. Miguela, gaan we spelen? Miguel is bezig met de vissen, man, bro. Ja, maar ik heb het. Hier, daar ga ik je eten. Hey, Miguela. Wat? Zeg je dat nou? Zei ze nou wat tegen mij? Ja. Hey, niet zo, hè, Boefie? Ja. Ga je vissen eten geven? Eet dan. Yes jongens, goedemorgen. En ik heb de vlog eventjes doorgetrokken. Ik ben hier met Vee en ik zal even uitleggen waarom. Wij hebben natuurlijk een campagne met Spike TV. Dat is, jullie hebben al twee video's op Supergaande gezien met Remy Bonjasky tegen Melvin Manhoef. Dat mochten wij natuurlijk ophypen. Dus eigenlijk wel een hele leuke campagne. Maar een deel van de campagne is ook zeg maar dat we de weigh-in meenemen in de vlog. Maar het probleem was dat het zeg maar, vandaag is het zaterdag en het moest zaterdag ook al online. Dus dan ja, het moet op dezelfde dag online, terwijl een vlog natuurlijk altijd een dag later online is. Dus heb ik het, ja, een handige maniertje gevonden en heb ik het gewoon meegenomen in de volgende dag. Maar ja, dat lijkt me wel leuk man, wade in en even checken. En ja, dat eigenlijk. Ja. Wat doe? Best fris buiten. Ja. Nou, pakafé. We zijn bij de weigh-in. Weigh-in, het is weigh-in, hè? Weigh-in. Ja, eigenlijk straks als er één vechter niet komt opdagen, moet je zelf gewoon gaan. Ja. Ga je gewoon tegenover staan. Hé, hey, maar ik zag jou net met Team Mojaski praten. Ja, ik was even aan het... Hij heeft net tegen mij gezegd dat hij het zeg maar voor mij gaat terug aanpakken, man. Ja? Bij Manu. Ja, ik ben benieuwd, man. Maar als ik aan die klap denk, wist je dat ik hem nog steeds voel, gewoon. Als ik eraan denk, heb ik nog steeds last van. Die handen van Manu zeggen, dat is gewoon een baksteen. Baksteen, man, bro. De laatste keer dat ik een baksteen op mijn hoofd kreeg, was ik 14. En dat was voor de hoed. Dat was voor ribnieuw. Dat is wel grappig. Oh my god, he's shining. Ja, kijk even in mijn achter op mijn hoofd te zien wat er morgen gaat gebeuren. Oh, ja. Dank je man, JJ. Je bent er? Lekker, ik ben er. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Dit gaat heel vet worden. Lekker. Ik vind het eigenlijk super gezellig dat jullie er ook zijn. Ja, toch? Ja, super gaande. Oh, super. Gebruik je echt die woordgrap? Ja, zeker. Deed je hem nou echt? Ja. Ja, ik probeer het toch een keer. Ja. Ik denk niet dat die geaccepteerd wordt. Ja. Champions League! De champion! Opeens heb ik zin in M&M's, ik weet niet waarom. Yasser El Agmiou. Jongens, ik moet zo op, want ik moet zo gebogen worden. Ik doe op mijn keukenweegschaal. Ik doe mee met de kinderpartij. Oh, het begint boos te worden, papa. 100,3 kilo, 100 kilo is in 2 ounces. Oh, dit. Ja, toch, papa. Rut. Puur. Serkan. Rut. Hij is voor jou, Fabio. Hij is voor jou. Helemaal voor jou, zeg. Ze maken geen grap, papa. Nou. In de blauwe
van Jim Hoofddorp, Melvin Manhoef. Ja toch, broertje! Manhoef! Remy Bojaski, 102,5 kilo's. Goed op gewicht, papa. 2 kilo's en 5 ounces. Ja, man. Hij is licht, man. Hij gaat revenge voor mij nemen, man. Ja, toch. Doe die kast toe. Boom. Melvin Manhoef, 94,3 kilo. 94,3 kilo's. Zeg dan, please. No mercy. No mercy. No mercy. Kapot maken, papa. Oh, nee. Breek zijn tand. Zet tandje bij. Ja, man. Oeps. Oh. No mercy. Remy, je gaat ze krijgen, papa. Wat gaat hij dan zeggen? Blijf kijken, ja, man. Toch, Melvin. Morgen vuurwerk, geen nieuwjaar. Bum, bum. Rappers! Bij de gladiatoren, alsjeblieft. Ze doen mee met deze Final 16. Maar ze hebben de afgelopen weken heel veel pers gehaald in heel Nederland. Iedereen is blij en we zijn ook ontzettend blij dat iedereen is bijgekomen om toch even een glimp op te pakken van deze persconferentie. De een zegt het is allemaal gespeeld en opgezet, de ander zegt nee, die mannen zijn er echt helemaal klaar voor. Nou, ik kan je melden, er wordt echt wat gesloten morgen, daar kunnen we vanuit gaan. Want uiteindelijk blijft het spel, maar voor de jongens is het bloedserieus. Laten we allereerst de man even erbij halen die uiteindelijk vorig jaar tijdens deze persconferentie van WFL zei van weet je wat, als jij dat wil, dan geef ik jou die laatste pot voor je. Dames en heren, The Flying Gentleman, Remy Bojaski! Gang in the building, man. Squad is up. Nou, man, bro. Eerlijk, het was te stil om iets te gooien. Je bracht me altijd bij mogen. Mogen jij fresh talk of niet? Als dit. Spike Resistance World Fighting. Dames en heren, geef me daar een applaus voor zijn allerlaatste pot die hij morgen gaat geven hier in Top Sportcentrum Almere. Ladies and gentlemen, Melvin No Mercy Manu! Hey, ik was even naar achteren, was het waar? Hij vroeg op andere vechters hoe ze zouden aankunnen. Ja, natuurlijk, goedavond allemaal, goedemiddag, Seth van Sherry. Natuurlijk zijn het legendarische vechters. Ik ben klaar voor hen allebei ook. Ik ga niemand uit de weg. Dan is het gewoon, wat heb je in de afgelopen periode voor de wedstrijd, heb je gedaan om daar te staan? Wat je al in het verleden gedaan hebt, dat is all in the mind. En heb je dan niet zoiets van dat je toch nog denkt van, het is toch wel, zeg maar, het is toch wel Melvin, het is toch wel redelijk. Nou, als je dat nog even met jezelf hebt, dan ben je niet klaar, dan ben je nog niet ready. Talk to him. Dat zijn quotes, papa. Ja, maar we zijn er. Ik heb een vraag voor Remy. Oh. Natuurlijk kijk je supergaande, ik wil iedereen hier in de zaal. Melvin die noemde jou zijn bitch in onze aflevering. Wat is jouw reactie daarop? En, ja. Heel leuk dat je dat zegt, dat ik zijn bitch zeg. Maar weet je, het is iemand die jou betaalt om in elkaar te staan. Hey, dat is toch helemaal. Wie is dat de bitch? Maar hij betaalt jou. Hij betaalt mij echt, geloof me. Dus jij bent eigenlijk zijn stagiair dan, zeg maar. Dat is echt heel geld. Om mij hem in elkaar te laten slaan. Hé, hey, dit is lijkt wel SM. Weet je, escort-service laat zo'n vrouw. Oh, 140 euro. Dan laat je elkaar staan om dat eigenlijk geen. SM! Manu, heb je daar een reactie op? Hoe zeggen we dat? Talk to him, hè? Talk to him! Talk to him! Ja, man. Wat is mijn reactie? Wat moet ik nou zeggen? Ik betaal.
ik bepaal. Oeh. Het maakt niet uit wat je wil doen, hoe je het wil formuleren, ik blijf nog steeds mijn bitch. Want ik doe wat ik zeg, je moet vechten. Zo! Je moet vechten! Ja, en morgen ga je zien wie hier de bitch is. Zo! Maak het niet. Je kan niet een snipperdag pakken, gewoon. Je moet. Geloof me. Ik ben de baas. Ik betaal. Maar volgens mij heb je niet gehoord, ik zeg. Talk to him! Je betaalt om je in elkaar te slaan. Hoor je? Morgen gaan we knallen. Morgen gaan we allebei hopen knallen. En dan gaan we kijken wie het hardste knalt. Oh, dit. Serieus, man, bro, dit. Ik doe je niks. Snap je? Ik ga gewoon wat zeggen tegen die man, dan ben ik er klaar mee. Snap je? Ik ga gewoon de enige. Ik bepaal jou om te vechten. Snap je? Jij gaat ervan uit dat je me klappen gaat geven. Ik niet. Wat is het verschil? Als we daar gewoon, dat moet nog gebeuren. Oh, de. Dus loop niet op dat gegeven dingen vooruit. Je hebt geen volwassen bol, als je ineens straks je reet genomen bent. Daarom zeg ik. Ook voor mij is dit gewoon een momentje dat ik zeg van, je weet het, wat is zijn voor mij en alles. Maar luister, er zijn hier nog genoeg vechters bij mij hier. Oh, de. Die ook die shine niet hebben. Dus ik wil geen praten meer. Ik weet het. Ik kan het niet zeggen. Dus ik geef het vet, ik zal een andere beetje zijn. Lekker man. Ja. Ja. Een beetje puur erin gegooid, toch? Ik ga even kijken naar Fred Zinn, een grote Life Max, Burger Fish Roll, Hammer Strength, Life Fitness en Cavallaro. Yes jongens, ik moet de vlog nog even afsluiten en ik zit hier achter mijn computer, ik zit hier tegelijk te editen en ik ben serieus klaar, alleen dit stukje nog even erin, maar ja, ik zeg eerlijk, ik heb wel echt zin in het gevecht morgen, dat is iets wat ik verplicht moet zeggen, maar ik heb er gewoon echt zin in, want je wordt wel helemaal mee betrokken en zo, dus je bent bij zo'n persconferentie, mensen trash-talken elkaar en zo, dus daar heb ik hartstikke veel zin in. Ja en sowieso man, bedankt voor het kijken, alles staat in de beschrijving voor als je het gevecht ook wil zien of als je wil komen en zo, dan zet ik even alles in de beschrijving, moet ook, maar in ieder geval, ja. Maar in ieder geval jongens, echt, ik heb er echt zin in. En tot de volgende vlog. En ik hoop van jullie man, later.